In 2012 deden Michael en Ilona hun bijzondere verhaal bij Valerio. Ilona is namelijk geboren met een open rug. En Michael heeft een ziekte waardoor hij langzaam in steen verandert. Als je naar Michael kijkt, dan is hij niet zoals alle andere jongens. Nee. Hij ziet er heel anders uit. Ja, dat is misschien ook wel iets. Het valt mij nu pas op, hoor. Anders dan anders, ja. Als ik jou aankijk, dan valt het best ook wel mee. Dank je. Maar en hoe is dat voor jou? Want voor jou is het weer zo dat bijvoorbeeld Ilona, die loopt niet normaal. Ik loop helemaal niet. Nee. Dus dat maakt jullie helemaal niks uit. Ik ben ook mevrouw Pinguïn voor hem. Dus. Ja, dat is haar koosnaam, Pinguïn. Ja. En ik ben een hamster. De uitzending deed veel stof opwaaien omdat ze een kinderwens hadden. En heel veel kijkers dachten, ja, hoe dan? Zouden jullie het wel kunnen, een kind opvoeden? Ja. Ik heb wel daar ben ik er heilig van overtuigd. Het is gelukt. Jullie hebben een dochtertje. Yeah. Ja. Kijk eens. Hoe oud is ze nu? Bijna 2. Bijna 2? Ja, in augustus wordt ze 2. Hoe is dit allemaal gegaan? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Gewoon op de normale manier, zeg maar. Maar die kleine die heeft nog wel even op zich laten wachten. Want ja. Het is 8 jaar geleden. En toen zeiden jullie van, we willen het best wel snel. Ze is nu pas 2. Klopt. Wij hebben van 2010 tot 2012, 2013, het zelf gedaan, zeg maar. In de zin van, wat normale mensen ook doen. Dan ga je inderdaad van wil. Dus we gingen daar nog 1,5, dik 2 jaar in het traject. En je hebt dan met kerst een keer alcohol op. Want alcohol doet wonderen. Ja. Dus we wouden haar iets vernoemen naar wat alcoholmerken, maar dat mag niet. Nee? Nee, dus... Want ze heeft het te danken aan de alcohol. Ja, aan de alcohol. Ja, wij gaan zo appeltje halen. Maar is er dan ook nog een risico dat het kindje een van jullie symptomen zal overnemen? Mijn aandoening, ziekte, is niet erfelijk. En van wat jij hebt? Dat is een kwestie van gewoon genoeg foliumzuur slikken, wat iedere vrouw eigenlijk moet. En is ze dan helemaal gezond nu? Ja. Ze volgt de standaarden van het consultatiebureau, dus... Ja. Hoe hebben jullie eigenlijk nu die zorg verdeeld? Is dat 50-50? Nee. Nee, niet bepaald 50-50. We wisten natuurlijk... Dat het praktisch niet te doen is voor hem om luiers te verschonen, flesjes te geven en... Dat heb je snel geaccepteerd, ja, dat was ik altijd, vooral die luiers was ik vrij snel content mee. Ja. Dat ik dat niet hoefde te doen. Nee, ja, top geregeld. Top. Ja, ja soort van. Zo. Zo. Mooi. Op. Ja. Op. Hij staat op. Maar is dat iets waar je onzeker over bent? Wanneer? Van misschien ben ik dan straks een mindere ouder. Niet zozeer onzeker, maar bang dat zij het zo gaat voelen. Ja. En wat zijn dan nu nog qua zorg aanpassingen hier bijvoorbeeld in huis voor haar? Ik heb alleen een iets verlaagd tafeltje in haar slaapkamer waar ik haar op verschoon, omdat de commode net even iets te hoog is. Maar verder helemaal niks. Mag ik dat eens zien? Ja. Ja, mag ik. Oh ja, dus dat is dan dit tafeltje? Ja. Maar dus eigenlijk is gewoon alles helemaal normaal? Ja. Alle grote beren die iedereen op de weg zag, ja, dat is alleen dit tafeltje? Ja. 8 jaar geleden zagen we dat Michael en Ilona in ondertrouw gingen. Al bleek dat niet iedereen helemaal enthousiast was over dit idee. We zijn in het stadhuis. Weten jullie het zeker? Ik wel. Ja. Nou, gelukkig is er geen twijfel. Nou, een beetje zin om een beetje bekend te worden. Laten we gaan. Oké. Ik wil jullie graag uitnodigen om de akte van huwelijksaangifte, het voornemen om te trouwen, die beide te ondertekenen. Daar gaat hij. Gefeliciteerd. Eerste stap. Maar is de bruiloft, is die er nog van gekomen? Jazeker. Ja? Ja. Pas geleden 8 jaar getrouwd dus. Het is hierop uw antwoord. Ja. Dan verklaar ik hiermee dat u door het jaarwoord in de huwelijkse staat bent verbonden. En
dan geef ik haar maar een lekker kus. En het was jou prachtig. En hoe vond je het om haar te zien? Weet je dat nog? De eerste keer dat je er helemaal in vol ornaat. Ja, dat was echt overblindend mooi. Het eerste wat ik ook dacht van... die tieten die vallen er zo meteen uit. Ja, help eens even, want dat zit veel te strak. Zal ik maar even weggaan dan? Ja, we gaan het eens even goed over jouw tieten hebben. Ja. Wil je even weggaan? Ja, 8 jaar geleden kon Michael die tieten van Ilona in ieder geval nog zien. Zijn zicht is in de afgelopen tijd zo achteruit gegaan dat hij nu nagenoeg blind is geworden. Als Ilona een boodschap moet doen, gaat ze dan ook meestal alleen met Selina. Naar jouw rechts. Nee, andere kant. Ja, daarheen en nu recht naar voren. Nu naar rechts. Scherpe bocht naar rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Ja, dat was een pirouetje. Lekker, Michael. Ik voel me nou echt gewoon weer misbruikt gewoon. Oh ja, waar ga je die kaart spelen? Ik voel me vies. Oh, ik wil douchen. Michael heeft chronische wonden aan zijn gewrichten. Die zitten daarom altijd in het verband en worden regelmatig verzorgd. Waarom zitten jouw benen in het gips? Dat is ook een gedeelte van mijn ziekte. Mm-hmm. Kalk, wat van binnenuit, te veel aan kalk, gaat naar buiten. Maar dat op jouw pols, is dat dan ook zo'n wond? Ja, dat is ook zo'n wond. Maar dat is niet je bot wat ik zie zitten? Het komt wel van het bot afgezet. Te veel aan kalk wat door de huid naar buiten komt. En dat maakt dus wondjes. En je vingers, kan je die bewegen? Als je heel goed kijkt, dan zie je een middelvinger, ringvinger. Oh ja. Pinkje, duimpje. Maar eigenlijk zijn dus bepaalde lichaamsdelen van jou al... net als een stambeeld. Ja, in Amerika noemen ze deze ziekte ook de disease that turns people into stone. Oh ja. Dat is ook gewoon een ziekte die mensen steen verandert. Hey, maar hoe is het nu helemaal met jouw gezondheid? In principe goed, alleen mijn ogen willen niet meewerken. Ik zie alleen een paar schaduwen. Dat is niet veel. En wel kleuren of zo? Of echt alleen schaduwen? Schaduwen, kleuren ook. Alleen, ja, niet zoveel. Word je dan eigenlijk sowieso helemaal blind? Die kans zit er wel in. In principe, ja, wat ik nou nog zie, kun je net zo goed zeggen dat ik nou al blind ben. Dus als jij je middelvinger nou opsteekt, kun je gewoon doen. Zie ik toch niet? Tong uitsteekt, zie ik ook niet. Nee. Als een lekkere gel wijf knipoogt naar mij of met de vinger zo, zie ik toch niet. Nee. Dus dat is van jou eigenlijk wel. Ik heb ook de hele tijd geen kleren aan. Heb je dat gezien? Nee, wel geroken. Oké. Maar dan heb je Selina dus ook nog nooit gezien? Begin wel. Maar inderdaad, de echte trekjes van haar gezichtje. En zo, ja. Dat zie ik niet. Is dat eigenlijk lastig voor je? Want je ziet dus eigenlijk je kind niet opgroeien. Ja en nee. Ik vind het vervelend dat ik haar niet goed kan zien. Maar desalniettemin, ik kan haar horen. En daar haal je wel zoveel vreugde uit. Iets leuk. Ook een bobbes. Ook een bobbes. Ja, er zijn nog 2. 1, 2. Ook een bobbes. Ook een walvis. Ja. Hoewel Michaels ogen achteruit zijn gegaan, is er ook een positieve verandering aan zijn ziektebeeld. De doktoren denken namelijk dat hij een mildere variant van zijn ziekte heeft. Is die verkalking dan nog heel erg veranderd in jouw lichaam? Nee, sterker nog, die nieuwe diagnose is met name zo gunstig... dat ik, als ik die nieuwe diagnose zou hebben... dan is de kans zeer klein dat mijn organen aangedaan worden. En de levensverwachting, is die dus daarmee gestegen? Ja. Maar even een testje, want voorheen kon jij nog zelf je handtekening zetten... bij het ondertrouwen, dat kan nog steeds, schrijven? Nee, ik kan geen pen meer vasthouden. Mijn vingers zijn zodanig krom gegroeid dat dat niet meer gaat lukken. En kan je je armen nog op en neer bewegen? Ja. Oh, everybody was kung fu fighting. Oh ja, die kan je nog steeds. Dus. Oh, ik dacht, je doet de ketchup song. Kraanvogel. Ah, nee. Oh, kraanvogel. Oké, zullen we de dames dan maar eens even gaan opzoeken? Ja, zeker. Ja? Let's go. Kan ik jou rijden met dit, hierachter? Ja. Mag dat? Ja. Ga eens op die lolly. Gas op de lolly. Ah, dit kan je niet zien, maar ik sta heel mooi achter je te dansen.
En hoewel Michael vanwege zijn slechte zicht redelijk aan huis gekluisterd is, kan hij gelukkig wel nog steeds de deur uit voor een bezoekje aan hun stamcafé aan het einde van de straat. En er zijn er dus een hoop dingen die niet meer gaan. Klopt. Maar dit soort dingen kunnen dus nog wel. Ja. Even wat drinken. Even een hapje eten of wat drinken, inderdaad. Geniet je daar dan niet intens van? Ja, jazeker. Kijk, daar zijn ze. Hij is rood. Family. Hey. Hi, schatjes. Hallo. Papa. Papa. Als we nou kijken naar de toekomst, wat zijn dingen waar jullie nog op hopen? Het is wel heel fijn als we Ilona een rijbewijs zou kunnen halen. En dat wij als gezinnetje wat meer zelfstandigheid kunnen krijgen en minder afhankelijk hoeven te zijn van de taxi. Ja, en jij, Ilona, hoe kijk jij naar de toekomst? Want hiervoor deed je ook nog vrijwilligerswerk, ja, toch? Ja, klopt. Klopt. Ja, maar ons doel is heel interessant. Ook voor de nieuwe kindjes. Want wat zeggen ze dan? Ja, juffrouw Zoefzoef. Ik ben juffrouw Zoefzoef. Ja. En is juffrouw Zoefzoef een beetje lief? Ben ik lief? Ja. Ja. Oh. Ja, dat was toch even een kleine twijfel. Maar als Selina wat ouder is, hoopt Ilona haar baan als juffrouw Zoefzoef weer op te kunnen pakken. Dan krijg ik ook iets meer vrije tijd en dan ga ik weer wat doen wat ik leuk vind. Oh, dat is de bedoeling. Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel tof om te zien vandaag dat jullie zoveel scheid hebben en nu gewoon een prachtig gezinnetje hebben. Dus laten we daar proosten met een flink stuk taart. Goed? Juist. Yes. En dan tot over 8 jaar weer. Oh, ja. Afgesproken. Doen we.